Goedendag iedereen op deze 9 oktober 2022. Welkom op een nieuwe AHA XL vlog hier te Hulst. Het is momenteel bijna 8 uur, dus de winkel gaat zo dadelijk open. Ja, bananen heb ik nog in voorraad. Je ziet hier ook dus opnieuw het geweldige aanbod. Hé. Alles is aanwezig. Er lag hier al witte druiven. Bonus. Dus opnieuw met die bonuskaart heb je dan die kortingen. Hé. Die bonuskaart is natuurlijk wel gratis. Hé. Aha, wortelen. We hebben natuurlijk onze vaste planning voor volgende week. Wat men zal eten, dus dat zijn bijkomstige zaken om dan die gerechten klaar te maken. Maar bon, zoals hier opnieuw om te tonen, dat is bijzonder interessant. Je hebt hier ook vele kortingen. Die samengestelde verspakketten. Hè? Dus iemand die niet weet wat hij eventueel zou eten of klaarmaken. Hè? Is dat wel bijzonder handig. Het is ook mooi gepresenteerd in dergelijke pakketten. Ja, ik heb natuurlijk al mijn planning voor volgende week, maar bon, af en toe komt dat ook in huis, dit hier. En ook de soepen, hé. Zeker en vast voor deze periode. Allee, vanaf de herfst in al koele dagen. Zo, het was nog even interessant om het in beeld te brengen. En ook hier ruim aanbod van tomaten en zo. Dat staat ook op de planning van volgende week, de bloemkool. Hier ook opnieuw die verspakketten, maar hier is het wel, dus de samenstelling voor andere gerechten. Hè. Maar bon, bijzonder interessant. Bon, ik ga hier eerst zout meedoen. Ja, zout is niet zo gezond, maar bon, in mate en ook wel noodzakelijk voor bepaalde gerechten. Grof. Zo, dan dat is de fijne, die hebben het nodig. Ja, ik heb hier ook gezien die
verzamelstickers. Dat is ook interessant, hè? Bij boodschappen doen krijg je van die stickers en kan je dus een dergelijke boek kleven. Wel bijzonder mooi, hè? Bijzonder interessant. En de boek kost €2,50. Maar dan kom ik nog even terug daarvoor. Want dat is wel, ik heb al klevers, dus wel interessant. En ook voor de mensen die de winkel nog niet kennen, hier is er dus ook een pracht van een lichtstraat. Bijzonder ontspannend. Hé. De winkel is ook recent, nu al een tijdje volledig vernieuwd in groot formaat. Zie, het is bijzonder ontspannend met het natuurlijke licht hier. Hier ook de verse mosselen. Is echt alles aanwezig. Hier nog even een mooi beeld op de Lichtstraat. Zo, hier heb ik nog wat vleeswaren nodig voor de sandwichen in de week. Er ook alles met maten. In charcuterie ook niet te veel eten. Zeg, alles moet matig gebeuren. Hè. Ja, kippenfilet is wel een aanrader. En dan ook deze kaas hier. Bijzonder goed met sandwiches. Dus in Mediterraan heb je echt een ruim aanbod. Ja, dat stond ook nog op mijn lijst. Voor spaghetti bolognese met dit vlees hier. Runder gehakt. Je hebt hier echt een groot aanbod. Ik zeg, voor iedereen is er keuze. Zo, tijd voor de AHA bakkerij. Ja, deze zijn bijzonder goed ook en voedzaam voor sandwichen. Staat ook in bonus, 2 voor een euro.
En hier heb je dan ook deze hier, 5 voor een euro, ga ik ook meedoen. Dat is zeer goed geprijsd. Als je het tarief ziet in een gewone bakker, betaal je wel een stuk meer voor dit. Maar ons staat nu ook in bonus, normaal gezien 1,45 euro. Op ons daarvan 1,45 euro voor 5 is een goede prijs. Hè? Goeiedag, kan ik een bruin stokbrood hebben alstublieft? Een bruin 1 alstublieft, ja. Ja, dat is goed meneer. Dat is het. Oké, ja, bedankt. Dank u. Dus het stokbrood hier staat momenteel aan €1,25. Ook een bijzonder hoge prijs. En dan hier het Belgisch brood, €2,19. U ziet, dat zijn de scherpe prijs nog altijd. Ja, het is zondag en het brood, vers brood, is hier juist net toegekomen. Dat is ook allemaal vers. Dat is ook het leuke eraan. Ik kan hier nog een zaams mee doen. Zaams bruin, €1,49. Dat is ook bijzonder goed brood. Het heeft ook wat het smaak van het Belgisch brood. Het Hollandse brood is zo lichter, maar deze is ook bijzonder goed. Hier ga ik nog even kijken. Ik heb nog confituur in voorraad. Had ik ook de vorige keer een ontbijt getoond met, de laatste dagen was dat, met confituursoorten. Hè. Hier ook een ruim aanbod. Dus de confituur die ik gebruikt heb voor de laatste short was van dit merk hier. Dit hier. Dus ik moet zeggen dat deze confituur is ook bijzonder goed. Dus we kopen deze, maar meestal ook wel, normaal gezien de Bon Maman. Op het gebied van prijs momenteel vind ik wel interessanter dit merk momenteel. Allee, het andere merk, alles valt natuurlijk wel op. Hè. Zit je toch al aan boven de 5 euro, €5,55 nu voor een grote pot Bon Maman. En dat telt zich al op. Hè. En ook hier voor ontbijten heb je andere mogelijkheden. Spiegeloos pasta en zo. En je hebt hier ook van Bon Maman dit. Dat had ik nog niet gezien. Ook interessant. Maar boven de fitness blijven wij momenteel wel van chocopasta en zo vanaf. Dat is ook wel meer calorieën. Bon, dit hier dan is bijzonder budgetgericht voor mensen die graag ontbijtgranen eten. Hé. Ik had het getoond in een filmpje. Voor 5 euro in een week kan je volledig ontbijt doen per persoon. Hé. Ik zie nu wel dat de nootjes terug zijn. €2,29. Dat is nog altijd bijzonder goed. En zoals je ziet hier,
15 porties voor €2,29, dus je doet er nog wat druiven bij en je hebt een perfect ontbijt. Oh, ik ga nog een reserve meedoen, daar heb ik ook voor 2 weken met 2. Allee, als we enkel nootjes eten, ja. En deze is ook bijzonder goed. Heb ik nog in huis, ook een aanrader, dit hier. Met havermout. Ook een havermoutmuesli met rozijnen en zo. Dus de proteïnedranken zijn hier ook te vinden, ook in 25 gram versie van Danone. Dat is ook wel interessant. Ook in korting €1,39. Dat is ook wel handig als je sport doet dergelijke drank bij te hebben. Hier is het ook goed gepresenteerd, deze ontbijtgraan hier. Allee, de muesli met nootjes. Met de combinatie van dergelijke zaken, ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Met yoghurt, is ook wel een zeer goede combinatie. Natuurlijk dit voor de kleine, dat is ook goed. Er zijn er 6, hé. Kan je een week mee doen feitelijk. De gewoonte. Hier nog even kijken, er is hier... Ja, de 5 plus 1 gratis is er momenteel niet meer. Twee los meedoen nog voor de muesli natuurlijk in de ochtend. Ik ga hier nog een keer kijken naar het aanbod. We nemen altijd Blue Band 2,25. Dit hier is nog altijd wel goed geprijsd, dit, als ik het vergelijk met de Beesel en zo. Ja. Het is bijzonder leuk hier je boodschappen te doen. Ik zeg in de ochtend bij opening, ja, heb je veel ruimte natuurlijk. Ook later op de dag is die deur ook wel. De gangen zijn bijzonder ruim, breed. Tot 2024 en dat is een promo hier.
zoals ik kan zien hier 2 plus 2 gratis. Dus dat maakt, je spaart 16 euro uit. Volgens dit hier. Bon, 4 potten vind ik nu wel vervelend, maar ik ga 1 meedoen, want 4 is toch wel al een redelijke voorraad, maar ik gebruik ook mijn koffiezetmachine, dus dat kan nog even wachten. Hier heb ik ook nog fitnesszaken. Dat is ook interessant hier voor pompoefeningen te doen. Van die compacte zaken, dan ook van die riemen. Ja. Springkoord nog altijd eenvoudig en bijzonder goed voor de conditie. En ook dergelijke elastieken. Hè. Zo, dat neemt ook weinig plaats en je doet je oefeningen thuis. Ja, ik heb deze zaken wel in huis, maar het is wel nog een keer leuk om te tonen. Dan ook de mat hier. Ja, er zijn er nieuwe bijgekomen hier. Nieuwe modellen. Leuk. Ja, en hier dan ook nog die fitnessstand. En die winkel is ook online te vinden. Hè. Heb ik gezien die XXL Nutrition, bekende website ook. Dus ook de aanvullende proteïnen. Twee plus twee gratis, dit hier. Ja, dat kan ook nog mee. Groenten. Hier ook nog zaken in verband met die spaaractie. Dat zijn ook wel zaken van goede kwaliteit. Iedere keer. Even kijken. Nou, dat is interessant, dergelijke spaaractie. Ja, het is geen bucht, hè. Dus het is wel interessant. Oké, ik ga nog even naar de olijfolie. De meld 5,99 en deze hier 6,29. We gaan nog zo weer meedoen. Bijzonder goed van kwaliteit en prijs-kwaliteitsverhouding, want daar gaat het feitelijk om, is dat wel zeer goed. Zeg, voor de gerechten die we doen en zo wel een zeer goede olijfolie. Thank you.
Zo, beste mensen, ik heb mijn boodschap, als die nodig is, voor volgende week mijn gerechten te maken. Nee, dat is het. Ik heb natuurlijk nog zaken thuis. En bon, ik ga dat boek toch al meedoen, want ik zeg, anders blijven die klevers maar op de kast en straks ben ik ze kwijt, hè. En ik heb ook dergelijke boek van Zeeland. Het is toch wel bijzonder mooi. Ik zeg, ja, 2,50 euro kan men niet sukkelen. En zo kan ik ze direct inkleven. Hier ook de luchtfoto. Ja, ook luchtbeelden te zien via mijn dronevideo's. Ja, bijzonder mooi. Zo, Hulst. Zo, tijd voor de kassa. Tot zo dadelijk. Dus natuurlijk niet vergeten de bonuskaart. Hè. Zo, beste mensen. Ja, snel door de kassa. Hè. En de volledige dag in Hulst voor mij. Daardoor is het ook wel interessant vroeg je boodschappen te doen. Maar nog even een prijsanalyse. Zo, even nader kijken. Zo, ik heb boodschappen gedaan voor 59,52 euro, dus 60 euro. Maar ik heb dus, normaal gezien was het 64. Ik heb 4,45 euro bonus ontvangen. Dus opnieuw, korting, plus ook wel nog scherpe prijzen in het algemeen. Hè. Ik moet wel eerlijk zeggen, het brood, ook wel de vleeswaren zijn goed geprijsd. Hè. Bijzonder interessant. Dus zo, beste mensen, dat waren dus mijn boodschappen hier bij de AHA XL van Hulst. Ik zou zeggen, tot een volgende vlog. Het is ook wel zo, ik ga in de week nog binnenspringen voor een brood. Ik heb nu wel redelijk veel brood bij de hand hier. XL tas natuurlijk.
zo beste mensen, ik ga nog wat reclame maken voor Hulst. Hè. Het boek hier, allee, het plakboek, zonder interessant. Brood, alles is hier mee. Dus een bijzonder leuk voor zondags ontbijt, dit stokbrood, pistolets en dergelijke. En ook brood voor in de week. Prima. Zo beste mensen, ik ben klaar om te vertrekken. Natuurlijk alles met de fiets, dat gaat prima. Hé. En op het gebied van boodschappen heb ik dan ook soms een keer bijkomstig nog de markt die ik bezoek in België, als ik net in België ben. En ook wel hier op het gebied van Nederland, dan ook wel de Etos. Hé. De Etos ga ik ook wel regelmatig voor algemene producten te kopen, zoals shampoos, de zakken voor de kleine en zo verder. Zo, ik zou zeggen tot een volgende AHXL-vlog. Tot de volgende keer. Thank you.